Ben je blij met je blonde lokken, maar wil je net een iets ander tintje, een meer zomerse look of een meer koelere look? Dan heb ik voor jou de oplossing. Highlight. Zo hoef je niet heel je haren te verven, maar heb je wel een volledig andere look? Mag ik eens vragen? Ja. Heb je wel eens ooit highlights in je haar gehad? Ja, heel lang geleden. Zou je het misschien leuk vinden om met mij mee te komen zitten en dat ik even wat mooie highlights in je haren zet? Ja. Oké, helemaal perfect. Oké, dit is het product en je kan het dus makkelijk thuis zelf doen. Nu is alleen de vraag, wat wil je? Wil je meer een natuurlijk effect of wil je net een iets meer heftig effect hebben? Het mag wel gezien worden, maar het moet er wel nog steeds natuurlijk uitzien. Oké, daar gaan we voor zorgen. Wat wel belangrijk is, is dat je het product aanbrengt op nat haar. Oké, ik heb nu scheidingen gemaakt op deze plek. Gaan we dadelijk beginnen met de eerste highlights te zetten. Dus niet bovenop het hoofd, maar echt net een centimetertje ervan af. Ik neem nu dunne plukjes voor een natuurlijk resultaat. Er zit dus ook een borsteltje bij wat het super handig maakt. En als je wat langer haar hebt, dan beginnen we eerst in het midden van de lok naar onder toe. En dan daarna gaan we vanaf de bovenkant en een verder door naar onder toe trekken. Even goed doorkammen, zodat er overal product op de lokken zit. Willen jullie misschien ook? Ik zie jullie zo kijken. Ja, ja. Oké, en now it's up to you. Kun je kijken hoe makkelijk dat het is? Yes, in het midden en dan naar de punt toe. Top. We moeten dus een kwartiertje intrekken. Het is nu 1 uur, dus om 1:15 moet het eruit. Oké, en dan ga ik het er nu uitwassen met een milde shampoo. En dan ga ik als laatste de Intensive Color Conditioner aanbrengen. Die verzorgt eigenlijk het haar, geeft het haar weer veerkracht en zorgt voor een mooie glans op het haar. Ben je benieuwd? Ik ben heel benieuwd. Ja? Ja. Oké, schat. You're ready? Klaar om het resultaat samen te bekijken? Ja. Oh, heel vet. Heel tof. Ja? Ja.